Jongens, welkom bij de Hot Coffee Show. Hey. Yay! Dit is zo brieven maandag, maar dat maakt niet uit. En jongens, ja, jullie weten, ik heb het gisteren gezien in Games of Gear. Tom is ziek, dus we hebben Daniel. Ja. Maar is ook hartstikke leuk een keer. Leuk, hè? Is ook zo. Ik hartstikke ben wel goed. Een keer eerder geweest, ja, bij de vierde dag. Ja, dit is jouw vierde koffieshow, denk ik. Ik ken het concept inmiddels. Je kent ja, het concept. Ik heb hem ook wel eens met Tom gedaan. Ja, I know. En jullie weten het concept. Inderdaad, iedere week een nieuwe vraag of stelling van jullie die wij behandelen. Ja. Maar zoals iedere week behandelen we eerst even wat er deze keer allemaal is gereageerd. Er is ongelooflijk veel gereageerd vorige aflevering. Ja. En dat was heel leuk, want het ging namelijk vorige keer over YouTubers. Ze waren te schreeuwig. En dan, er komt nu een beetje, daar heb ik wel vaker het idee, een clash tussen gamers.nl en YouTube dat bezoekers niet zo goed snappen. Waarom wij de keuze maken om ons ook op YouTube te focussen. Heel veel mensen zeiden van, ja, waar maak je druk op YouTube? Jullie zijn gamers.nl, die site is goed bezocht. Ja, zeker de laatste maand. We hebben trouwens net de views gezien van alle recensies afgelopen maand. Super goed. Heerlijk. Dus gamers.nl gaat gewoon goed. Waarom zou je dan focussen op YouTube? De markt verbreden. Ja, je moet toch overal een beetje vandaan snoepen, toch? Ja, maar wij zijn er op dit moment heel erg over aan het nadenken. Ja, dus jullie hebben namelijk wel een punt. Maar ook niet helemaal. Dus waarschijnlijk gaan we begin volgend jaar of YouTube op de schop gooien, dat we iets heel anders gaan doen op YouTube dan op Gamersnet, of we gaan stoppen. Dat is radicaal, dat is drastisch. Ja. Er was ook iemand die zei van, Atomic Dog, ben benieuwd of David nog wel staat springen voor een nieuw toernooi na deze video. Nou, er gaat een nieuw toernooi komen, die is al gepland. Dus ja, dat vindt hij volgens mij helemaal niet erg. Ik bedoel, hij heeft 600.000 abonnees, dus wat de fuck boeit hem met wat wij zeggen over YouTubers? Echt, hè? Echt. Was trouwens wel zo, we hadden een keer op de Hot Coffee Show hadden we Jaraski gebruikt. En die had echt, die kijkt de Hot Coffee Show blijkbaar. Hey, leuk dat je kijkt, Jan. Hoi. En er was een beetje van, oh, mensen die alleen maar Call of Duty spelen. Toen had Jaraski erin geknipt. En toen had hij een smiley sad face. En een dislike en een... En het is, tot volgende Gamersnet, vindt hij nee. De-abonneren, ja, bam weg. Was wel branden die kutsite. Ja, precies. Ja. Maar goed, onwijs bedankt voor de superleuke inhoudelijke reacties. Ook voor bijvoorbeeld Rick zonder C was een lange reactie. Nana Lup, nieuw bezoeker. Ja. Welkom op Gamersnet. Awesome dat je een leuke reactie hebt. Danny heeft altijd een genuanceerd, lang en uitgebreid antwoord. Ja. En dus ongelooflijk bedankt iedereen voor de reacties. We gaan naar een nieuwe stelling, een nieuwe week. We hebben weer de envelop gepakt. Ik kreeg klachten over dat we het vanaf de laptop deden. Sorry. Maar de printerkabel waren we kwijt, dus we hebben het wel opgeschreven. Tromgeroffel. En ik drink trouwens echte koffie. Dat doet Daniel een beetje aan het omslaan af en toe. Maar lukt het ook? Vind je dat beter al? Ja. Hoeveel klontjes suiker? Twee zakjes suiker. Nice. Twee zakjes suiker. De stelling komt van Vin Staro. Ja, dat is opgeschreven. Mooi, hè? De stelling komt van Vin Staro, Gamersnet lid. Die we hebben ontmoet op The Reality. Echt? Ja, sindsdien is die met me. Wat vet. Ja, heel tof. Goed gedaan, jongen. Leon heet hij. Leon. Ja. Leon Vin Staro. Staro. Game hypes zijn leuker dan de games zelf. Zo. Bam. Dat is best wel een harde bouwde stelling. En ik vind het superleuk, want we hadden dit maandag al aangekondigd toen Tom nog niet ziek was. Maar dit is wel echt een ideale stelling voor onze Daniel-vriend hier naast me. Want jij bent ongeveer living embodiment van deze stelling. Zeker dit jaar. Hoezo? Jij vindt alle games kut. Maar je had overal zin in. Ja, ik had echt overal... Ja, rode coach van de opwinding. Ja, maar echt. Alles valt jou tegen. Alles valt mij dit jaar tegen. Ja. Met een keer Solid 5 en Phantom Pain. De eerste 5 kwartier vond ik heel vaag, maar ik had zin om door te gaan. 2 maanden later ga ik eindelijk door met de game. Het open wereld concept, nee. De hype was echt om te smullen. Ja. Ground Zeroes vond ik fantastisch. Ik had zin in de Phantom Pain. Ik heb nu uren gespeeld, een paar missies gedaan, maar ik kom er niet in. Ik ga het nog wel een kans geven, want ik heb er grof geld voor neergelegd. Dus ik moet hem doorspelen. Net als The Witcher 3. Hype was real, maar... Ik kwam er niet in. Ja. En sorry, even een grapje van Keo. Terwijl we weten allemaal hoe goed de Phantom Pain is. Hij hoort. Nee, ik kom wel goed met editen, dat hoor je wel. Dat is een grapje van jou. Ja. Maar niet uit, ga lekker door. Doe lekker je ding. Gaat goed. Hartstikke goed. 6 min. Maar... nee, maar hypes, ja man. Ik had het... Hypes. Fallout 4. Ja, Fallout 4 heeft wel delivered, vind ik. Ja, Fallout 4 maar goed, dat echt is heel weer, leuk. Maar... Dat is weer geen game voor mij, maar misschien als ik hem oppak vind ik hem dan juist vet. Dat zou ook nog kunnen. Ja, dat kan. Mad Max, vond je vet? Ja,
Maar daar was geen hype voor. Nee, die hype heb ik zelf een beetje gecreëerd met de films. Maar inderdaad, de hype om een game, qua marketing en zo, en hoe iedereen erover schreeuwt en praat. Ja, ik kan me het, vooral dit jaar kan ik me er heel erg in vinden. Ja, maar, lieve Daniel, het is wel zo, mensen praten over de game waar ze zin in hebben, omdat ze liefhebber zijn. Ja. Ik heb niet meegewerkt aan een hype voor Black Ops 3. Want ik hou niet van Black Ops. Nee, dat klopt. Dus, maar ik heb wel meegewerkt aan de hype van Battlefront. En Battlefront valt heel veel mensen tegen, want ja, het is niet 1990. Maar ik vind Battlefront fucking vet. Ja, en dat is... Dat... Ja, jij ook. Ja, maar misschien... Die misschien hype komt, wel. Ja, maar misschien komt het omdat ik ook die hype voor Battlefront juist niet heb opgebouwd. Nee. Ik zat te denken van ja, het is alleen maar multiplayer. Ik wil heel graag een singleplayer Star Wars game. Ja. Ik wil hem toch wel spelen. Nou, de beta viel mij ook tegen. Okay. Dat waren natuurlijk maar 2 modi en 2 mappen. Ja. En ik vind sowieso Vind ik niet zo heel, nog tot op heden nog niet zo heel spannend. Vind je niet heel hot? Vind ik niet zo heel hot. Nee. De hot koffie. Nice. Wow, dude. Serieus, als we over hot gaan praten, moeten we ijskoffie drinken. Dat zou wel vet zijn. Maar ja, ik weet niet. The Walker Salt in de beta vond ik niet zo heel erg spannend. Maar ja, ik speel de game nu en ik heb ook wel een lichte verslaving opgebouwd. Ik vind Star Wars Battlefront dan weer wel een vette game. Ik denk dat de antwoord weer lekker in het midden ligt. Niemand. Soms wel, soms niet. Maar ja, ook... Kijk, ja, dat, misschien is dat... Nou ja, goed, dat... Het verschilt heel erg. Ik weet bijvoorbeeld dat Uncharted 4 volgend jaar niet gaat tegenvallen. Omdat dat gewoon, dat is een bekend concept. En ze wijken, denk ik, als ik het zie, wijken ze daar niet heel erg veel van af. En ik ben groot liefhebber van Uncharted. Komen weer maar ik was ook. Ja, maar ik was ook bijvoorbeeld liefhebber van Metal Gear. Goed, dat hebben ze misschien iets te veel omgegooid voor mij, dat weet ik niet. Ja. Het is wel zo dat vaak, omdat de hypes worden vaak gecreëerd, worden natuurlijk gecreëerd door bedrijven. Maar daar heb je niet helemaal gelijk in, Vinstaro. Want elk bedrijf wil namelijk dat elke game hype krijgt. Alleen heel veel games krijgen die hype niet. Kijk bijvoorbeeld naar Rise of the Tomb Raider. Je kan mij niet vertellen dat daar geen marketingbudget achter zat. Maar die game die is gewoon ondergesneeuwd. Dus ik vind niet dat als je... Ja, maar waardoor? Door Battlefront en door Call of Duty en door Fallout vooral. Dus het is niet alleen... Ik bedoel, Nintendo wil ook dat Splatoon een hype heeft, weet je wel. Alleen soms lukt het niet. Die hebben allemaal budget, hebben allemaal marketing, je hebt allemaal geld. En de takeovertjes hebben we op alle sites gezien. Ook van Rise of the Tomb Raider. Maar wel kleinschaliger, vind ik, dan Star Wars en dan Call of Duty. Omdat Games Net geen Rise of the Tomb Raider draait. Nee, ja, maar... Kijk, mijn blikveld is natuurlijk wel iets breder dan Games Net. Oh, echt? Kijk, mijn blik is euro in potje. Mijn blik is volledig in. Nee, oké. Maar wat ik bedoel te zeggen is dat soms wel er gewoon budget is voor games om te adverteren. Ja. Maar dat niet direct betekent dat er hype is. Snap je wat ik bedoel? Nee, dat klopt. Een hype wordt, ja... Een hype wordt ook gemaakt door de fans. En hoeveel mensen er zin in hebben. En hoe goed de game wordt ontvangen. Ik bedoel, Batman Arkham Knight had een grote hype. De game launchte supergoed. Iedereen wilde die game spelen. PC launch, weghype. En iedereen heeft het nu. Ik durf ook niet meer te praten over hoe tof ik die game vind. Ik durf het niet meer te zeggen. Want ik weet... Ja, maar PC dit, PC dat. Speel de game helemaal niet op PC. Heb je niks mee te maken. Een ervaring is gewoon... Ja. Koen. Verlucci. Mijn co-host op maandag. Ja. Bij de streams. Mm-hmm. Hij heeft een niet goed draaiende Battlefront. Terwijl 99% van de mensen die game draaien is supergoed geoptimaliseerd. Ja, klopt. Maar Koen zegt, ja, iedereen heeft er last van, want ik heb een forumtopic gevonden. Ja, me dunkt. Die mensen komen daar samen. Ja, dat klopt. En dat heeft niks met hype meer te maken. We willen onwijs aan het afdwalen, maar we willen het toch kwijt. Nee, maar het heeft ook te maken met hoe goed een game is en wat de ervaring is van iemand. Ja, maar een hype kan verpest worden door juist zo'n negatieve ervaring. Dat klopt. Goed, ja, het ligt een beetje in het midden. Ik vind het voor een deel wel. En jij ziet het niet zo... Nee, soms. Soms is het een hype leuker dan een game. Ja. Jongens, bedankt voor deze week, voor het kijken. En bedankt voor de superleuke stelling, Vinstaro. Een echt tof stelling. Bedankt Daniel, die er was. Graag gedaan. Superleuk. Ik vind het leuk. En volgende week zit Tommy weer met mij. En dan gaan we weer een nieuwe stelling behandelen. En aan jullie de vraag, waar moeten we het over hebben? Jullie mogen ook een vraag stellen. Je mag een stelling achterlaten. Laat het achter. En wie weet kunnen wij volgende week jullie stelling behandelen. En als je leuke reacties achterlaat, je weet het. We lezen op en we lezen sowieso alles. Misschien iets met kerst of Sinterklaas. Feestdagen. Met feestdagen. Een soort Zwarte Piet discussie naar Games uit halen. Ja, bijvoorbeeld. Ja, we hebben iets met games, maar dan met feestdagen of zo.
Ook in zijn feestdagen. Nou. De Black Friday al natuurlijk. Oh, oh. Dat soort dingen. Daniel geeft denkrichtingen. Ja, hartstikke goed. Hartstikke goed. Dus gooi ze hieronder in de reacties op YouTube, op Facebook, Twitter, weet ik veel. Whatever the fuck. Echt hè. Echt hè. Leuk. Bedankt voor het kijken. Tot snel. Laters. Hoi.